Hier bij het Nieuw Utrechtse Toneel, het NUT, zijn we bezig met de toekomst van geld. En op kantoor liet Greg, de artistiek leider, die liet een foto van het werk van Mart zien. Dat was toen veel in het nieuws. En toen dacht ik, misschien kan dat een vervolg krijgen. Marts werk heet Eigen Schuld. En misschien kan dat wat hij doet ook voor andere mensen werken. Ja, achter mij heb je mijn afstudeerproject Eigen Schuld. Het is een enorm wandtapijt van 4,70 meter breed bij 1,50 meter hoog. Het gaat over het sociale leenstelsel en studieschuld en over de lasten die je hebt bij die schuld. En ik heb het tapijt te koop gesteld voor de hoogte van mijn studieschuld, namelijk ongeveer 46.000 euro. En ik heb het uiteindelijk ook verkocht voor die schuld. En daarmee heb ik ook weer aandacht gegenereerd voor die pechgeneratie. In zijn studio hebben we eigenlijk een gesprek gevoerd over overtollig kapitaal en over negatief kapitaal. Dus hoe kan het dat aan de ene kant er heel veel geld over is en aan de andere kant eigenlijk heel veel geld tekort komt? En kan kunst een rol spelen in dat laten zien en daarnaast misschien wel door dat op te lossen? Nou, hier links eigenlijk zie je eigenlijk een enorme leeuw, een rijksoverheid leeuw, die eigenlijk geld aan het opslokken is, aan het opeten. En die zit eigenlijk met een grote mes achter de schuldenaar aan die zich begeeft door het tapijt. En verder zie je allemaal verschillende situaties waar een student onder het sociale leenstelsel eigenlijk allemaal mee te maken heeft gehad. En in het midden komt eigenlijk alles samen waar het net even te veel wordt, al die balletjes die je moet hoog houden. We zijn op basis van zijn werk Eigen Schuld aan het kijken of we schulden van andere mensen kunnen aflossen door middel van kunst. Maar we vertrekken vanuit de vraag, is een schuld altijd je eigen schuld of is het soms ook andermans schuld? En we hebben hier in de buurt 5 mensen gevonden die een schuldverhaal wilden vertellen. Voel je vrij om gewoon als je zegt, nou daar wil ik niet over hebben, of zeg dat gewoon. Ook als jullie aanvullingen hebben of zo, zeg het gewoon, vragen hebben. En Mart tekent ondertussen al wat op basis van wat we vertellen. Dus hij kent natuurlijk het verhaal ook al een beetje. Ja. Maar hij gaat al een begin maken aan, we gaan een doek maken natuurlijk over het verhaal. Aan tafel zat ik en de persoon met het schuldverhaal. Mart zat erbij, die maakte de illustraties ter plekke. Op basis van wat hij hoorde. Jannemieke Kaspers, de schrijver, heeft onwijs goed geluisterd en heeft al die verhalen prachtig vormgegeven. En dat staat in de brochure. En vervolgens heeft Mart de illustraties in het online platform geladen van By Borre. En toen zijn uit die breimachine in Amsterdam deze werken gerold. En ja, daar zijn we echt heel blij mee. Ik bedoel, ik heb niet aangeboren hersenletsel. En ik heb op mijn 35ste pas de diagnose gehad. Miste sociale contacten, omdat ik ook niet zo makkelijk was om met mensen in contact te komen. Op een gegeven moment merk je toch de kosten worden hoger dan wat er binnenkomt. Je vermist hier iets, je mist daar iets qua betalen en op een gegeven moment stapelt het zich op en kom je er niet meer uit. Je moet misschien eerst vertellen wie Klaas is. Oh, Klaas is misschien is dat het begin van het verhaal. Mijn echtgenoot geweest. Ja. Hij is 31 augustus in 2023 is hij overleden aan de complicaties van dementie. Een mensenlongontsteking. Ja, als je gewoon alleen bent thuis. Zeker in de nacht, als je 's nachts wakker bent in de nachtelijke uur of 's avonds als je op de bank zit. Dan kan ik het ook niet echt goed een plekje geven. Nee. Dus. Er waren er ook al schulden toen ik meneer de kenner was. Er waren dus inderdaad al schulden van zijn kant. Maar er was geen hulp op? Ja, hij had wel hulp gekregen, maar dat ging niet echt zoals het wenste. Nee. Ja, het illustreren van andere verhalen vond ik heel imponerend en speciaal. En ik vond het heel bijzonder dat ze zich zo openstellen. Wesley is een persoon die zich zo heel erg open en bloot stelde. Een jongen die echt een moeilijke jeugd heeft gehad. Bijvoorbeeld hier zie je ook een stuk ID-kaart van Wesley. Die was hij kwijt of was stuk. En daardoor eigenlijk, omdat hij geen ID-kaart had, had hij geen werk. Had hij geen inkomsten voor werk. En daardoor kon hij dus eigenlijk ook geen ID-kaart kopen. Dus daardoor, ben je eigenlijk van een kastje naar de muur in een soort van oneindige cirkel begeef je. Ja, daardoor zwerfde hij op straat en dronk hij veel, zat hij aan de drugs, gewelddadig. Maar ook dat verhaal heeft gewoon een verre achtergrond en een reden waarom hij daar is gekomen. En dat heeft hij allemaal durven te zeggen. Nou ja, goed, ik vind het hartstikke top dat jullie me benaderd hebben voor dit project. Nou ja, goed, ik,
In het begin was ik er wel een beetje sceptisch over. Van, nou ja, het zijn kunstenaars, er zijn zoveel kunstenaars. Nou ja, wat het uiteindelijk gaat worden, dat hoor ik dan wel. Maar het geeft wel een goed gevoel dat er dan wel iemand is die naar me luistert. En daar gaat het gewoon een beetje om. Dat er gewoon iemand is die gehoor geeft aan wat ik nu meemaak. Het was voor mij een gewicht. Gewicht op je schouders. Nou, niet meer. Want ik krijg er hulp voor om door de schuld heen te komen. Laat ik het zo zeggen. Het is niet makkelijk. Echt niet. Het wel als iets moois. Echt gewoon een echte nieuwe start. Echt gewoon vanaf nul kunnen beginnen en iets opbouwen in plaats van moeten doorwerken op wat er nog ligt. En dat geeft rust. Ja. We willen door, we willen kijken hoe dit verder kan gaan, hoe zich dit kan ontwikkelen. En daarvoor hebben we eigenlijk nog veel meer perspectieven nodig. Dus werk je in de wereld van schuld of werk je in de wereld van de kunst bij een museum of een galerie of ben je kunstenaar of ben je bewindvoerder of ben je ervaringsdeskundige of heb je misschien nog een schuld, dan komen we heel graag met je in contact omdat we heel erg geloven in dat wij dit kunnen faciliteren, maar we moeten nog met veel meer mensen praten om erachter te komen of kunst iets kan betekenen op die markt van dat overtollige en dat negatieve kapitaal. Dus ken of ben je zo iemand, kom dan met ons in contact.